Een angst voor het zadel is niet altijd goed of op tijd te zien. Soms zien we het ook te laat, bijvoorbeeld wanneer problemen onder het zadel beginnen, wanneer het paard gaat bokken of stijgeren, staken op hol slaan, een beetje heftige freeze, fight en flight reacties. Het kan ook zijn dat men denkt aan pijn. Het is natuurlijk heel goed om eerst pijn te gaan uitsluiten, dus hier weer een tip om daarmee te beginnen. Men kan ook gaan denken aan een angst voor de ruiter, of dat er een angst is voor de bak of iets in of nabij de bak. En dat belicht weer het belang van observeren. Bekijk ook de video The Three Pillars van Natural Horsemanship. Het is de eerste video in de trainingsmodule. Die gaat echt over observeren, timing en geduld. Dus de Three Pillars vind ik van Natural Horsemanship. En in dit geval het stukje observeren. In deze aflevering werk ik met paarden die zowel angstig als alleen wantrouwend zijn tegenover dus een zadel. Te beginnen met een merrie die je ook hier op de foto's al ziet. Die op de grens zat van dus wantrouwen en echt angst. Deze merrie kwam van een dude ranch af. Nou, een dude ranch is waar mensen met name in Amerika op vakantie gaan. Een paard kunnen huren en gedurende hun verblijf daarmee kunnen rondrijden, op trailride gaan. Of ze doen een keer een clinic of cursus met koeien. Of ze nemen les van iemand daar op de ranch. Voor het paard betekent dit veel en verschillende mensen, dus toeristen. De merrie was hierdoor ook heel erg afgesloten. En toen ze wat meer begon te ontspannen, liet ze echt angst. Soms wat wantrouwen zien, ook op stal. Daar zie je ook voorbij komen in de video weglopen of angst in de stal. Pas bij het opzadelen of willen opstappen, zag je dat de merrie toch wel angstig was en ging weglopen. Ze zijn het proces ook weer gaan uitbouwen in heel kleine stapjes. Hier zie je mij bijvoorbeeld met haar werken met een barebackbed. Daar was haar angst al minder heftig of minder aanwezig. Ook dat soort dingen kun je toevoegen aan je training om het voor het paard makkelijker te maken, minder heftig te maken. En ook de uiteindelijke stap naar het zadel makkelijker te maken. Na dit soort voorwerk en naast ander voorwerk, zoals dus ook leiden, misschien wat tijd doorbrengen in bij de stal of paddock, om ook jullie band te versterken, vertrouwen te winnen. Daarna begin ik meestal in de roundpen en ook weer in vrijheid. En laat ik het paard zelf bepalen wanneer ze er klaar voor zijn. Om dus naar het midden te komen en echt contact te gaan maken met het saddle, saddlepad en alles wat daarbij ligt. Dus de keuze om dit te doen, om vanuit de buitenkant van de roundpen naar het midden te komen, te stoppen. En echt even fysiek contact te maken. Dat komt allemaal vanuit het paard zelf. En dit kun je ook als vraag stellen. Dus je blijft zelf in het midden staan. En je vraagt het paard vanuit een stap of een draf naar het midden te komen. Doen ze daar niets mee? Door bijvoorbeeld te blijven staan, door te lopen, om te draaien de andere kant op. Is dat ook helemaal prima. Het gaat hier ook weer niet om goed of fout. Het gaat om een positieve ervaring bieden aan het paard en hoe wij dat stapsgewijs kunnen bieden. Hier zie je dat slechts contact maken op haar eigen manier al voor een stress release kan zorgen. De gewaarwording dat een zadel en een saddlepad in de buurt kan liggen, dat het paard daar contact mee kan maken, zonder dat dat direct op zijn rug komt, zonder dat wij daar direct iets van verwachten, iets mee doen. Zorgt al voor ontspanning, een hele andere kijk op dingen. Dit zijn weer stukjes herhaling. Echt te bevestigen dat het paard dus niet alleen dit soort dingen tolereert, maar compleet 100% accepteert. En dan kun je verder gaan naar stap 2. Stap 1 is het paard staat dus in ontspanning, bereidwilligheid, in het midden van in dit geval de roundpen. Maakt fysiek contact met het zadel, het zadeldek. Dus je bent 100% ervan overtuigd
Er is bewustzijnsverruiming. Paard is zich 100% bewust van de tools, spullen, van mij, van de omgeving. Voordat je dus naar deze stap, stap 2 gaat. Stap 1 is het paard benadert het zadel. Stap 2 is het zadel benadert het paard. We gaan al wat meer naar aanraken en opzadelen. Dus ook dit is weer een beetje voorwerk. Kun je het paard überhaupt aanraken en bewegingen, geluiden maken op de plek waar het zadel komt te liggen? Hier zag je al een kleine reactie. Het paard was nog geïnteresseerd totdat ik het saddlepad oplichtte van het zadel. Toen kwam er een beetje een strakke blik naar voren, zoals ze ook hier staat. Nou, dat betekent niet dat het paard oké is. Het is typisch voor de merrie in dit geval om te gaan staken, in zichzelf te keren. Beetje een geval van learned helplessness. Ze gaat weer op zoek naar momentjes om haar engaged te krijgen. Komt ook weer een beetje terug op de NATO, sportpsychologie. Ook interessant om die module, die aflevering te bekijken. NATO staat voor Not Attached to Outcome. Dus dat betekent dat het doel van wat wij hier doen eigenlijk alleen maar ontspanning is, communicatie. Niet zozeer het wegnemen van haar angst, maar wel het verminderen van die angst. En dat komt weer heel mooi terug op mijn slogan, mijn methode van Follow the Horse. Dit zijn ook weer heel veel kleine stapjes die in het begin herhaald zullen moeten worden. Dus waar ik begon met het saddlepad, oplichten van het zadel. Kijken of ik haar weer engaged kon krijgen, mentaal open. Misschien weer wat fysiek contact maken. Stap ik eerst haar ruimte uit om te kijken wat ze daarvan vindt. Wil ze een stress release laten zien? Kan er wat spanning afgevloeid worden? En pas daarna ga ik over op haar ruimte instappen en haarzelf benaderen met het saddlepad. En ook daar geef ik alle paarden weer de tijd voor om dat te kunnen verwerken. Stap ik weer uit hun ruimte en dan ga ik weer kijken, is er een stress release? Hier maakte ik ook alweer wat meer contact met de binnenkant van het saddlepad. Kun je ook weer gaan kijken wat voor reactie er dan zichtbaar wordt. Maar je ziet, de merrie blijft nog open. Er is nog steeds nieuwsgierigheid. Ze sluit zich niet af. En benader ik haar opnieuw. Die nieuwsgierigheid en die openheid van haar vertelt mij dat ik haar weer kan benaderen. Dan geef ik haar vervolgens de tijd om er weer over na te denken. En zie je ook kauwen, likken, een zachte blik. En dit is weer een mooi moment om haar opnieuw te benaderen. Ik benader haar ook nog niet van de zijkant. Mijn doel is namelijk nog niet opzadelen. Mijn doel is haar ontspannen en gewillig krijgen tegenover eerst het saddlepad. Dan zie je ook steeds meer releases eruit komen. Hier al een best grote verandering voor zeker een eerste sessie. Ze stapte namelijk uit zichzelf naar mij en het saddlepad toe. Ze geef ook paarden vooral hier weer de tijd om te doen wat ze willen doen. Ook de reden dat we met dit soort paarden niet heel dure spullen gebruiken. Want mochten ze dan willen bijten, happen, kauwen aan, in, op een zadel, op zadeldek, dan is dat prima. Het paard weet natuurlijk niet hoeveel iets kost. Het paard weet alleen maar wat hem helpt en wat hem niet helpt. Dus als wij dat soort momentjes weer gaan verstoren door te denken of te zeggen, nou dat kan niet, want het zadel was heel duur. Ik wil niet dat dit zadeldek kapot gaat. Verstoren we dat proces. Zorg er ook voor dat als je werkt met een paard die bijvoorbeeld released via zijn mond, dat betekent kauwen, likken, gapen, kan het ook heel goed zijn dat ze ook op die manier via bijvoorbeeld bijten of happen in een bepaald object ook loslaten. Laat het vooral toe.
de herhaling. Benader haar van de voorkant. En ik kijk of ze nog open is mentaal om contact te maken. Ondanks dat deze Mary niet zozeer gedisreguleerd was, is het wel een goede tip om de aflevering Desregulatie te bekijken. Daar vind je namelijk ook wat meer voorbeelden, informatie over het zenuwstelsel van het paard. En waarom het zo belangrijk is om ze dus die tijd te nemen. Om ze even kiezen voor je timing, anders doen. Het heeft allemaal te maken met binnen het proces zorgen voor ontspanning. En dat er via die ontspanning nieuwe, gezonde patronen gevormd kunnen worden. En dat is in feite wat ik op dit moment met dit paard ook aan het doen ben. Hier verlegde ze haar aandacht weer van mij naar het midden, naar het zadel. En ga ik heel brutaal eigenlijk al kijken of ik contact kan maken met de zijkant, de flank, de buik van deze Mary. En dan zie je dat ze daar toch weer wantrouwend wordt en wegstapt. En dat waren ook de dingen die ze deed. Voor mij probeerde haar op te zadelen of probeerde op te stappen. Het zijn dingen waar we wellicht doorheen hadden kunnen rijden. Dit is een oefening die ik zelf heel fijn vind, omdat je het in vrijheid kan doen. Je kan het zo vaak als nodig is herhalen, omdat het paard in principe altijd de regie heeft over de sessie. Ook hier ga ik haar niet achterna. Gaan we weer dat punt bevestigen van in het midden is ontspanning. In het midden is ze veilig. En ik vraag haar geen dingen te doen wat ze niet wil of kan doen. Tussendoor ben ik mijn brace even aan het aansnoeren. En dan zie je dat ze zelf ervoor kiest om toch weer in het midden te komen. Hier weer een klein beetje van haar staakgedrag, wat ze dus ook deed als ze zich heel overweldigd voelde. Je hebt paarden die dan gaan rennen. Je hebt paarden die boos worden. En je hebt paarden die, zoals deze Mary, compleet dichtslaan. En uiteindelijk geen stap meer verzetten. Hier weer een herhaling. Laat haar weer zien dat ze in het midden haar eigen veilige bubbel heeft. Dat zij kan blijven staan. En dat ik van haar weg beweeg op het moment dat het haar te veel wordt. Hier zie je ook hoe open de communicatie tussen ons is. Want op het moment dat ik uit haar ruimte stapte, boog ze met mij mee. Hier ga ik weer spelen met geluid en beweging. Wel op afstand. Ik wil haar niet overweldigen. En dan zie je dat toch met die extra meter ertussen de Mary het best spannend vindt. Dus bij iedere beweging, bij elk geluid, kijkt ze weg van mij. En dat is weer die grens tussen de mind dat wegloopt en het fysieke lijf. Hier zag je dat ze zichzelf al corrigeerde. Even een stukje herhaling. Ik beweeg vanuit wat meters terug haar ruimte in met het saddlepad. Zij is wantrouwend, wil weglopen en ik zeg, oh dat zie ik stop. En het paard haakt daarop in, want logischerwijs vinden ze dat heel fijn. Voelen ze zich daardoor gezien, gehoord, begrepen. En zijn er weer meer redenen om te blijven staan dan om weg te lopen. Dus het draait allemaal weer op communicatie. Hoe goed kunnen wij observeren daadwerkelijk speelt onder het oppervlakte, dus onder het gedrag wat het paard laat zien, wat is de emotie en op welk moment, timing, doen wij daar iets mee? Doen wij daar niet iets mee? Ook hier bleef de Mary open, haar aandacht verleggen naar het midden, naar het zadel en haak ik weer aan om naar haar toe te komen. Hier zag ik dat het halster wat laag begon te hangen. En zie je dat ik daar ook weer gebruik van maak door heel assertief het saddlepad op de grond voor haar neus te gooien. Terwijl ik haar halster even strakker doe. En daar reageerde ze heel goed op. Wees vooral niet bang om assertief, actief en overduidelijk te zijn. Met dus in dit geval het saddlepad en straks ook het zadel.
Hier lijnde de merrie zich wat meer uit met haar rechterzijde naar mij toe. Dus kun je ook daar weer op aanhaken. Door eens te kijken hoe het aanraken of misschien zelfs opzadelen aan die kant gaat. In dit geval heeft de merrie daar overduidelijk een andere reactie dan aan haar linkerkant. En ook dat is weer logisch te verklaren. Want wij mensen doen nou eenmaal alles aan de linkerkant van het paard. Ze benaderen, halsteren, beginnen met poetsen, opzadelen, opstappen. Als een paard getraumatiseerd is, overweldigd is, learned helplessness, heeft dat meestal te maken met dingen die aan de linkerzijde zijn gebeurd. Omdat wij logischerwijs de meeste dingen vanaf links beginnen of helemaal uitvoeren. Ook dan kun je beginnen met het wegnemen van een angst aan een zijde die voor het paard wat makkelijker is. Hier weer wat stress releases, veel knipperen met haar ogen, kauwen, likken. Hier voor ik haar zijkant benader. Eerst kijken of ze weer mentaal open is. Wil ze contact maken met het saddlepad? Binnenkant, buitenkant. Kan ik beginnen met de schouder? Is wat minder bedreigend. Maar je zag dat ze toch wat gewicht ging verplaatsen van mij weg. En op dat moment bewoog ik weer uit haar ruimte en wachtte ik af. En daarmee zeg ik weer, ik hoor, ik zie en ik begrijp dat jij daar wantrouwend of zelfs angstig voor bent. Haar reactie daarop was mij weer opkomen zoeken. Probeerde ik het weer eens een keer aan de rechterkant. En je ziet dat ik daar al veel verder kom. En ook dat vind ik een groot voordeel van werken in vrijheid. Het paard heeft namelijk alle ruimte, alle mogelijkheden om nee te zeggen. En dan is het weer aan ons om het bij ons of bij onze tools weer zo leuk en veilig mogelijk te maken dat het paard wel bij ons wil blijven. Hier zie je toch wat opbouwende spanning, stress responses, hoofd ging omhoog, spieren verstrakten, ze had een wat verstrakte ademhaling en ze stapte weg. Dan bleef de merrie net buiten beeld staan, dus ik gebruikte de lead rope. Met bewegingen en geluiden haar in beweging te krijgen. En je ziet dat ze er zelf voor koos om niet te blijven stappen, maar weer terug te keren naar het midden en daar in rust en ontspanning te stoppen. Dus logischerwijs, als deze merrie niet naar het midden was gekomen, was ik ook niet verder gegaan met de volgende stap in deze sessie. Had ik er ook weer heel lang over moeten doen om haar naar het midden te krijgen, had ik ook kunnen zeggen het is het einde van de sessie en dan bouwen we het weer af. Dit zijn ook weer voorbeelden van hoe snel het kan gaan op het moment dat een paard weet dat het veilig is. Dus dit is in feite de laatste stap. Echt het toevoegen van het zadel en herhalen van wat we zojuist hebben bevestigd. Dus ook hier weer geluiden, bewegingen maken met het zadel. Eerst met een aantal meters ertussen. En wanneer je wat minder spanning ziet opbouwen, wat minder stress responses, de ruimte weer verkleinen. Even fysiek contact maken, is het paard mentaal nog open en bereidwillig. En ook tussendoor het paard momentjes geven om dit allemaal te verwerken. Dus ook weer heel veel stappen lang voordat er echt fysiek contact met het zadel plaatsvindt. Dus ook wanneer de merrie haar aandacht verlegt naar iets anders, kan ik haar daar even tijd en ruimte voor geven. Tussendoor weer spelen met timing. Fysiek contact maken met het zadel. Haar ruimte in- en uitstappen. Ik ben me wel altijd bewust van haar reacties, hoe klein die ook zijn.
Nu verander ik weer van zijde, dus van de linker naar de rechterkant. Om te observeren wat de verschillen daar zijn. Dus ook als in het begin het opzadelen aan de linkerkant nog vrij veel herhaling, tijd, bevestiging kost, is het ook prima om dat eerst aan de rechterkant te doen. En na verloop van tijd zul je dan merken, als je dit soort dingen blijft oefenen, dat je op een dag het paard prima in ontspanning aan de linkerkant kan opzadelen. Ook aan deze kant, eerst mentaal contact maken, is het paard fysiek nog in staat om verder te gaan. Voordat ik met het zadel naar haar rug beweeg. Hier nog een kleine reactie. Daar zie je dat de merrie toch niet helemaal met haar aandacht, intentie op mij gericht was. Dat het misschien toch nog een onverwachte stap was. Dat het zadel haar zijkant aanraakte. Kan ik daar ook weer kleine stappen in nemen door heel dicht bij haar geluiden, bewegingen te maken. Misschien wat airpadding met het zadel, kleine aanrakingen met het zadel. Nog lang dus voordat je het paard echt opzadelt. En van die bewegingen en geluiden dicht bij haar ga ik hier al wat meer over op echt het aanraken met het zadel. Kun je ook als tussenstap het zadelbed weer even aanraken. Doen alsof je die goed legt of even verschuiven. Om te kijken hoe ze daarop reageren. Hier zag je bij de merrie toch wat wantrouwen, wat zorgen. En stap ik weer uit haar ruimte om haar dat te laten verwerken. Hier weer hetzelfde. Dus ook de singel die van het zadel afviel, gaf een schrikreactie bij de merrie. Door het voorwerk van dus beweging, geluiden, aanrakingen bij haar, uit haar buurt, zie je dat ze daar niet zo heftig van schrikt als ze dat in het begin zou doen. Zeker na zo'n schrikreactie vind ik het fijn om tussendoor weer even contact te maken met het paard. Dus weer benaderen van de schouder of enigszins voorkant met dus het zadel. Om te kijken of het paard niet weer teruggaat in bijvoorbeeld zijn flight of in zijn freeze. Dus weer veel kleine momentjes van communiceren tussendoor. Hier maak ik een wat grotere bewegingen, een soort airpadding met het zadel. Dus ik ga uit van de beweging die ik uiteindelijk wil doen. Dus het zadel op haar rug leggen. Daar is een beetje een soort zwaaibeweging voor nodig. Dus ga ik die nadoen. En dan zag je ook wel een wantrouwende reactie op. Niet zozeer angstig dat het paard wegrent. Maar het paard loopt achteruit. Meer wantrouwen. Paard uit zijn zorgen. Wacht ik even totdat dat iets minder wordt. Maar ook als het meer wordt, is dat niet erg. Stappen we uit die ruimte. Geven we het paard weer tijd om dat te verwerken. Voordat we verder gaan. Hier zie je ondanks een kleine stress response. Dus het hoofd ging omhoog. Wat verstrakte spieren, vlakkere ademhaling. Dus buiten beeld kun je helaas net niet zien. Maar ondanks die kleine stressreleases was het paard dapper genoeg, vertrouwend genoeg om te blijven staan. Dan kan ik kijken of ik het helemaal af kan maken door dus het zadel daadwerkelijk op haar rug te leggen. Nou, waarschijnlijk zul je bij de derde, vierde sessie mindere of minder heftige stressresponses zien. Dat wil zeggen dat als je dit zou doen, airpadding met het zadel, grotere draaiende bewegingen maken en het zadel echt op haar rug leggen, wellicht dat je dan bij die derde of vierde keer niet meer haar hoofd omhoog ziet gaan. Je ziet nog steeds een diepe ademhaling. Spieren blijven redelijk ontspannen. Kleine veranderingen om te observeren wanneer je dus dit soort dingen gaat oefenen en herhalen. Ook als het opzadelen achter de rug is, wil dat in ieder geval voor mij niet zeggen dat de sessie klaar is. Ik wil ook dat het paard even in beweging komt. Al is het maar een stap, misschien een draf. Om eventueel wat spanning los te laten.
paard weer een positieve ervaring met het zadel te geven en alvast te kijken wat we wellicht verder nog tegenkomen. Dus ook hier vraag ik om een kleine draf, iets meer forward motion. Je ziet dat het zadel ook nog vrij los op haar rug ligt. En dat is voor dit soort sessies, vind ik, alleen maar fijn. Kun je kijken hoe het paard daarop reageert. Doet daar verder geen pijn. Het zadel kan verder niet links of rechtsaf gaan glijden. Je kunt ook spelen met de beugels. Ze opsteken, ze laten hangen. Kijken hoe het paard daarop reageert. En ook hier weer communiceren. Dus weer vragen om gang hoger, een gang lager, van kant veranderen. Misschien wat tools gaan inzetten om de sessie mee te combineren, zoals hier een vlag. We kunnen weer kijken of we verschillen zien in communiceren met zadel, zonder zadel, met tools, zonder tools. Het zijn allemaal elementen die je gaandeweg stapsgewijs aan je training kan toevoegen. Tot slot, deze Mary had natuurlijk last van met name staakgedrag, learned helplessness, zich mentaal afsluiten, apathisch gedrag. En aan het eind van deze eerste sessie met haar begon ze opnieuw te staken. Nou is dit niet zozeer staken, dus het paard wil niet. Dit heeft meer te maken met dat voor het paard het nog niet helemaal af is. De sessie is nog niet helemaal compleet. In het zenuwstelsel, in het hoofd van het paard gaan er waarschijnlijk ook nog wat processen op gang komen. Of zijn al op gang gekomen, maar zijn nog niet afgerond. En hier zie je dat de Mary duidelijk de behoefte voorkeur gaf aan wachten in de roundpen. Daar weer wat stress releasen. Wat meer tot ontspanning, tot homeostase komen. Dus dat betekent dat het paard nog niet klaar was om de ruimte te verlaten, de sessie af te sluiten. Ze had nog wat stress om los te laten, spanning om af te vloeien. En ook als je ze daar de tijd en ruimte voor geeft, zul je zien dat ze uiteindelijk heel makkelijk met je meelopen. Dus ook als dit soort dingen gebeuren, paard wil ineens niet meer weglopen van iets waar hij heel angstig voor was, is dat eigenlijk heel positief. Dit is een sessie met weer een ander paard. Met een ruin die ook mijn trainingspaard was en echt wel een gegronde angst had, echt een trauma had. Voor het zadel, het saddlepad, het hoofdstel en zelfs ook mensen. Nu was gelukkig zijn angst voor mensen redelijk snel verminderd, verdwenen. Kon ik dus verder met echt het wegnemen van angsten tegenover het zadel en alle tools die daarbij horen. Dus hier begon ik ook met geluiden, bewegingen maken op afstand. En zag je dat zelfs daar de ruin al wat angstig voor was en weer uit mijn ruimte stapte. Hier zie je dat we even de tijd nemen om niets te doen, even te zijn, even te kriebelen. Stap ik zelf weer naar het midden, naar de spullen die ik wil gebruiken en zie je weer een andere reactie vanuit het paard. Dus ook dat soort momentjes kunnen al heel erg veel doen, kunnen al heel heilzaam zijn voor het paard. Terwijl je eigenlijk niet aan het werken bent aan dus het verminderen of wegnemen van het daadwerkelijke probleem. Ook met dit soort dingen nam ik extra de tijd. Dus het saddlepad even openklappen, het paard de binnenkant laten bestuderen, besnuffelen, inknabbelen. Het zelfs nog verder uitbouwen, zoals wat je hier ziet. Het saddlepad boven mijn hoofd, daarna boven het hoofd van het paard. En ook dit doe ik allemaal in vrijheid, omdat ik het paard dus al redelijk goed kende. Het is ook weer een persoonlijke overweging of en wanneer je besluit om in vrijheid te gaan werken. Ik heb van deze ruin helaas niet alles echt goed op beeld. Dit zijn filmpjes uit 2020. En deze video's heb ik gemaakt voor dus de opvang. Zodat zij de vooruitgang kunnen bekijken en eventueel op Facebook kunnen posten. Maar ondanks dat wilde ik toch het verschil even laten zien tussen een paard wat meer wantrouwend is. Een paard wat meer angstig is. En wat daar tussenin kan zitten. Dus echt de grens van wantrouwen en angst. Je ziet hier de ruin weer even contact maken met het zadel. Dus even snuffelen. En daar geef ik hem ook opnieuw de tijd voor. Dus hetzelfde als in het eerste filmpje met de Mary. Bij ieder paard geef ik ze de tijd om te doen wat ze willen doen.
Dus ook hier nog steeds snuffelen, aanrakingen, zacht met de lippen, met de neus. En hier ligt het zadel er al op. Dat is helaas net buiten beeld gebeurd. Maar deze ruin had dus veel meer bevestigingen nodig. Liep veel vaker tussendoor weg van het midden. Kwam ik hem opzoeken, gingen we even iets anders doen. En liep ik weer terug naar het midden en volgde hij mij naar het zadel. Tot slot een filmpje van mij met een sessie met een ruin uit het buitenland die ook echt wel een angst had voor mensen. Dus logischerwijs zijn alle angsten tegenover tools dan extra erg, extra heftig, omdat die in principe zijn geïntrigeerd door mensen. Want een zadel of een vlag of een stick op zich betekent niets. En dat is ook een reden waarom ik het paard eerst contact laat maken met dus het zadel en het saddlepad zonder dat ik het vast heb. Zodat ook het paard zelf weer tot die conclusie en ontdekking kan komen dat een tool op zich dus niks betekent. En dat zorgt ook weer voor zelfvertrouwen, meer nieuwsgierigheid van het paard. En dat zijn veel fijnere bouwstenen om op verder te kunnen. Dus dit is een sessie die ik graag aan een lijn zou doen, omdat ik het paard niet goed of niet goed genoeg ken. Ik heb met dit paard alleen, voordat ik deze training deed, tijdens een clinic, op een evenement een demo met hem gedaan. Maar verder ken ik dit paard dus niet. Maar ook aan de lijn kun je hetzelfde toepassen als wat ik heb gedaan in de voorgaande video's. Dus we vragen het paard om op de hoefslag van de round pen te blijven, in stap, in draf. En vraag het paard zoals hier naar het midden te komen. En daar geven we ze de tijd te doen wat ze willen doen. Te doen om wat nodig is, om die angsten te verminderen. Dus je ziet vaak veel gebruik van de neus, veel ruiken, veel aanrakingen naar het zadel. En soms dus echt bijten of gaan spelen met het saddlepad, het zadel of wat daar ook maar bij ligt. Dan zul je na verloop van tijd ook zien dat het paard minder lang, minder vaak naar het midden komt. Minder vaak of minder lang de behoefte voelt om dus dat contact te maken met het zadel. En dat zijn momenten waarop je verder kan gaan. Ook tussendoor blijf je communiceren, vragen een keer wat meer naar voren, dus een draf. Vragen we weer een keer energie naar achter, terug naar een stap. Misschien een keer halt houden, van richting veranderen. Allemaal dingen die nog horen bij de basis, voordat we echt zelf het zadel erbij pakken. En daarnaast helpt beweging natuurlijk ook bij de meeste paarden om stress, spanning af te vloeien. Dus ook in het geval van paarden die staken of een beetje dicht slaan. Wel in het midden blijven, maar overduidelijk niet ontspannen zijn. Kun je er ook weer voor kiezen om een stap of draf in te zetten op de hoefslag van de roundpen. Net zolang tot je een stressrelease ziet of in ieder geval minder fysieke spanning. Vraag ik hem hier weer om naar het midden te komen. Ze blijft zelf staan. De richting van het paard verandert. En je ziet dat ik er vrij weinig voor hoef te doen om hem die laatste ruimte, die laatste passen te kunnen laten maken. Om dus dicht bij het zadel te komen. Dus dat zijn kleine momentjes die je kunt checken, observeren, voordat je de volgende stap neemt. Ook zoals hier het paard op verschillende manieren kennis laten maken met het zadel. Of het zadel herintroduceren. Maar je ziet dat daar toch nog wel wat spanning bij wordt opgebouwd. En het paard ervoor kiest om dus deze plek te blijven staan die al eerder is bevestigd. Dus observeer ook goed wat de voorkeuren zijn van elk individueel paard waar je mee werkt. Het ene paard staat misschien aan de linkerkant, het andere paard liever aan de rechterkant. Wat ze wel allemaal gemeen hebben is dat ze natuurlijk het zadel, het saddlepad waar ze zo bang voor zijn, altijd in het oog willen houden.
Ook dit soort momentjes om ze even af te laten kouwen. Wat stress releases, spanning vloeit af. Is heel waardevol. Nemen ze in ieder geval die spanning niet mee naar dus die volgende stap. Kunnen we ook vanuit die ontspanning weer wat beweging gaan vragen. Zodat het paard duidelijk het verschil blijft voelen. Tussen spanning en ontspanning in fysieke inspanning. En gaan we dus vanuit dat stukje ontspanning opnieuw naar het midden om het zadel te benaderen. Dus ook wanneer een paard nog heel gespannen het zadel benadert en niet die spanning loslaat, zou ik er dus voor kiezen om eerst in beweging te komen, ontspanning te zoeken, releases te triggeren of stimuleren, voordat je opnieuw naar het midden gaat, het paard opnieuw het zadel laat benaderen en je volgende stap neemt. In dit geval was de volgende stap het zadeldek erbij betrekken. Die gaan herintroduceren. En dat doe ik dus ook weer op afstand. Die bevestigde afstand waarvan ik dus weet, dit is de bubbel van het paard, daar is hij oké. Dit is het midden van de roundpen. En dit is de veilige afstand tussen ons waarin ik mijn werk kan doen. Dus met die bevestigde afstand ga ik bewegingen, geluiden maken. Met het saddlepad en observeer ik weer, hoe doet het paard dat? Vindt het paard dat nog spannend? Is dat oké? Okay? Kan ik al dichterbij komen? Of kan ik grotere bewegingen, meer geluiden maken? Al dan niet tijdens dus het verkleinen van die ruimte tussen ons. Dus ook hier beweeg ik, maak ik geluiden terwijl ik die ruimte verklein en naar hem toe kom. Probeer ik weer contact te maken, mentaal, te zien of het paard bereidwillig is, of het emotionele emmertje niet al helemaal overloopt. Dan ga ik weer wachten op een stressrelease. Observeer ik of überhaupt stress erg omhoog gaat. En op welk moment, wat vindt het paard nog spannend? Tussendoor zie je dat de lead rope ook de grond raakt. Nou, dat is omdat dit paard geleerd wordt om te gaan ground tie'en. Dat betekent op het moment dat de lead rope de grond raakt, weet het paard, denkt het paard, ik sta vast, ik blijf hier staan. Dat is ook weer een heel fijne manier van je paard leren om stil te staan. Zeker als ze nog erg trekken, wanneer ze druk voelen, wanneer ze vaststaan, door dus een eventueel trauma. Hier weer hetzelfde. Ik sta wat dichter bij hem. Weer bewegingen, geluiden maken. In combinatie met uiteindelijk dat fysieke contact. Mentaal. Met het hoofd van het paard. Vervolgens stap ik uit hun ruimte. Kijk ik of ze daar de tijd voor nodig hebben om het even te verwerken. Of dat het oké was. En we al verder kunnen. Dus ook daarin bewaak je heel erg het individuele proces van het paard. Het ene paard leert heel snel, maar heeft wel wat bevestigingen, wat herhaling nodig. Het ene paard duurt het wat langer voordat ze begrijpen wat de bedoeling is. Maar als ze het begrijpen, heb je eigenlijk vrij weinig herhaling of bevestiging nodig. Hier ga ik over op de laatste stap voordat ik daadwerkelijk het paard met het zadeldek opzadel. Dus het combineren van bewegingen, geluiden en ook echt aanrakingen met het paard zelf. Niet alleen met het hoofd van het paard, maar ook met de nek, schouder en uiteindelijk rug en achterhand. Het is ook niet met als doel om het zadeldek op zijn rug te kunnen krijgen, maar met als doel dat hij daar ontspannen tegenover is. Hier weer een mooi voorbeeld van airpenning met het zadel. Dus het mimieken van de bewegingen die je uiteindelijk wil maken. Die herhaal je net zolang totdat je weet dat het paard helemaal oké is, het volledig accepteert. En dan kun je die laatste stap maken en dus echt het paard gaan opzadelen. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens je trainingen en sessies te gaan wisselen tussen een Engels en Western zadel. Te kijken of daar nog verschillen in zitten. Dus ook tijdens deze sessie heb ik gewisseld. En dat had overigens meer te maken met de afwezigheid van een single van het westernzadel.
En dat is voor op, afzadelen, een stukje stappen, niet zo'n probleem. Wat je ook zo meteen zal zien is toch wel wat stressresponses. Fysieke stressresponses in dit paard zodra we willen aandraven. En dan is het heel fijn dat er een single aan je zadel zit en de boel er niet afglijdt. Hier weer wat onzekerheid bij de ruin. Kleine angsten die wat getriggerd worden. En dan zie je weer het belang van tussendoor communiceren. Paard laten weten dat jij je daar bewust van bent. En dat kan zoals in dit geval al genoeg zijn. Om het paard te helpen zich wat minder bedreigd, minder wantrouwend, minder angstig te laten voelen. Hier ook weer wat spanning. Doordat de ruin direct in actie wilde komen en weglopen. Zijn reactie overigens is ook wel groot, explosief, wat snelle reacties. Het is ook handig om als de stap in ieder geval bevestigd is, weer even aan te singelen voordat je overgaat op een draf. Zeker als je weet dat een paard echt gegronde angsten heeft door dus een trauma tegenover mensen en in dit geval een zadel. Hier gaan we zo meteen over naar een draf en zie je er toch wel heftige reactie van deze ruin op dus het zadel. En dat zijn ook dingen die jij ongetwijfeld onder het zadel zou doen. Het zijn dingen waar je misschien onder het zadel doorheen zou kunnen rijden. Wat je ook vaak op clinics ziet. Het is een beetje de oldschool manier van paarden ergens doorheen willen rijden. Maar ook een reden waarom ik het dus heel fijn vind om juist in vrijheid te beginnen. Heel klein te beginnen. Stapsgewijs op te bouwen. Zodat die explosies en die heftige momenten eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn. Dus als je paarden ziet die explosief reageren, grote reacties hebben en vaak ook nog eens een keer met iemand erop, kun je er eigenlijk al wel van uitgaan dat dat voorkomen had kunnen worden en dat er ergens gaandeweg heel veel stappen zijn overgeslagen. En ook dat is eigenlijk heel logisch, want paarden zijn prooidieren, zijn afhankelijk van heel klein, stil, met elkaar kunnen communiceren, zodat bijvoorbeeld roofdieren hun niet horen, of zien of opmerken. Dus groot communiceren, explosief zich gedragen, is helemaal niet natuurlijk voor een paard. Ze laten ook aan ons mensen heel kleine boodschappen zien, communiceren heel klein. En vandaar dat het eigenlijk helemaal niet logisch is dat paarden dus zo explosief reageren, bijvoorbeeld onder het zadel. Dat is echt een teken dat er stappen zijn overgeslagen, het paard voelt zich niet gehoord, gezien, begrepen en gaat eigenlijk maar schreeuwen om te laten zien hoe hij zich echt voelt. En wat ik zelf heb gemerkt bij dit soort sessies, door echt het paard te gaan volgen, niet zozeer een vastgestelde methode of techniek, dat die grote reacties uiteindelijk uitblijven. En dat tegen de tijd dat jij zelf op het paard stapt, of de eigenaar of een andere trainer, dat ook dan de grote reacties en explosies uitblijven. Dus het heeft allemaal te maken met voorwerk, communiceren, kleine stapjes en het zo steeds verder uitbouwen. Tot slot nog wat tips, oefeningen, voorbeelden die je ook onder het zadel zou kunnen toepassen. Hier zie je mijn man aan het werk met trainingspaard Tinderella. Die werd mijn trainingspaard toen helaas mijn knie gebroken was. Ze had mijn man aangeboden om haar training onder het zadel verder op te pakken. Hier zagen we dat ze toch wel heftig reageerde op bewegingen, geluiden van het zadel. Er waren ook wat andere dingen die ons waren opgevallen. Ja, zo goed, ja. Die overeenkwamen met de eerste merrie uit het filmpje. Dus deze merrie was ook van het staken, wat stil worden, zich afsluiten. En uiteindelijk kwam er toch een soort van explosie. Via grondwerk had ik al wat voorwerk kunnen doen. Dus ook weer leiden, stukjes communiceren. Maar van de stal naar de paddock brengen en weer terug. Zodat we ook dan even kunnen oefenen. Het zijn ook dingen die ik mijn man heb laten doen. Voordat we dus echt overgingen op het wegnemen van haar angsten.
die hadden we er ook voor kunnen kiezen om, als haar angsten dus echt te gegrond, te groot bleken, eerst met haar in de rangpen te gaan werken en de sessie te doen zoals je die in het begin van dit filmpje hebt gezien. Zoals je hier ziet, waren die kleine stukjes communiceren voor haar genoeg om al direct verder te kunnen. Dus het had misschien niet zozeer te maken met een trauma. Dit was een Mary die haar leven lang van dezelfde man was geweest. Had altijd met haar buiten gereden. En die man werd ziek, overleed. En zo kwam deze Mary bij de opvang terecht. Logischerwijs. Als het paard verder nooit iets anders heeft meegemaakt. Altijd van dezelfde eigenaar is geweest. Staat hun hele wereld eigenlijk op de kop. Zodra ze bij de opvang aankomen. Waar in ieder geval op deze plek zo'n 80 paarden staan. Heel veel mensen rondlopen. Continu paarden komen en gaan. En dan kan het heel logisch zijn dat het paard vertrouwen wat moeilijk vindt. Dus ook hier weer belonen voor de kleinste inzet. Voor de kleine dingen die al wel goed gaan. Het ook weer te maken met communiceren. Je ziet alleen dat het paard weet wanneer het iets fout doet. Ik vind het vooral heel fijn als het paard weet wanneer het iets goed doet. Hier weer even een kleine knuffel tussendoor. Het zijn ook weer observaties die je zelf tussendoor kunt doen. Dus heeft het paard behoefte aan wat fysieke aandacht? Heeft een paard behoefte aan weer even wat ruimte voor zichzelf? Dus dit komt ook weer overeen met de Mary. Uit de eerste sessie van deze aflevering. Dat Mary wat meer stiller werd. Of wat ging staken. En dat is prima. Ze zitten gewoon even in het verwerkingsproces van het zenuwstelsel. In combinatie met nieuwe processen die we aan het introduceren zijn. Kleine triggers die misschien her en der nog afgaan. Dus bewaak ook de threshold, het emotionele emmertje. Om te voorkomen dat het paard alsnog explodeert. Omdat je dus over die grenzen gaat. Dus heel veel dingen zijn, zolang het geen grote dingen zijn, tegelijkertijd te combineren. Dingen als vaststaan, een angst ergens voor, communiceren, voetjes geven. Hier gaan we verder naar dus de round pen. En observeren we weer, wat kunnen we doen voordat we gaan opstappen? Wat is er nodig? Waar heeft het paard behoefte aan? Dus ook tijdens het loswerken, al dan niet in vrijheid of aan de lijn. Kun je weer denken aan oefeningen als verschillende gangen. Binnen die gangen weer verruimen, verkleinen. Van halve ophouding, van hand veranderen. Je kunt ook pionnen, balkjes, tonnen neerleggen. Paard daar tussendoor of overheen sturen. Ook weer een beetje een persoonlijke keus. Wat ik net vertelde, op deze opvang staan nog zo'n 80 andere paarden. Ze hebben niet altijd de tijd en ruimte om echt uitgebreide sessies te doen. Dat is ook de reden waarom we vaak dingen combineren. Zodat we zoveel mogelijk paarden zo snel mogelijk kunnen helpen. Tussendoor wat voerbeloningen. Die gebruiken we ook met een heel wisselende interval. Dus de ene keer krijgt het paard het wat vaker dan de andere keer. En zo wordt het ook niet een voor wat hoort wat sessie. Dus het paard blijft open en het paard blijft communiceren en bereidwillig. Omdat het iets voor ons en met ons wil doen. En niet voor de voerbeloning die er achteraan komt. Dus hier zie je al wat meer ontspanning in de Mary. Ook bij haar hielp het heel goed om lekker in beweging te blijven. Vanuit een stap en een draf te blijven communiceren. Zoals hier, van hand veranderen. Een keer halt houden, weer verder gaan. Een keer haar benaderen. Haar weer de ruimte geven. En tussendoor observeren. Wat zijn stress responses en wat zijn stress releases? Dus wanneer gaat spanning omhoog?
En wanneer laat het paard die spanning weer los? Het zijn ook allemaal kleine dingen die je ter voorbereiding van echt het rijden kunt doen. Zo raak het paard aan, waar later bijvoorbeeld jouw benen zouden liggen. Maak wat geluiden, bewegingen op en om het zadel. Met bijvoorbeeld je handen. Kijk hoe het paard daarop reageert. En ook hier gaan we weer uit van follow the horse. Als het paard nog te veel spanning laat zien, of het emotionele emmertje zit al vol, of er is iets anders aan de hand, waardoor we niet verder kunnen, dan doen we dat ook niet. Stoppen we de sessie op een goed moment en gaan we op een andere dag weer verder. Dit is een voorbeeld van hoe het in één sessie niet zozeer opgelost, maar zeker wel verminderd was. Het is ook zeker een voordeel dat mijn man het heel goed kon vinden met deze Mary. Ook wel belangrijk, kan de trainer of ruiter goed met het paard overweg. Ondanks dat mijn man onder het zadel nog niet erg gevorderd is, zoals hij dat met grondwerk wel is, zie je dat de Mary heel vergevingsgezind is tegenover kleine foutjes of wat onbalans. Hier ook even een check of de one rein stop goed werkt. Het paard daarop reageert, snapt wat de bedoeling is. Overkruisen van de achterbenen, spanning loslaten. Voordat we, zoals je hier ziet, naar buiten gaan en het terrein gaan verlaten. En dan wordt er weer spanning opgebouwd. Het is ook separation anxiety, zoals hier barn sourness. Het paard wil niet van huis weg. Zeker na een verhuizing, als het paard net verkocht is, heel normaal. Dus blijf dan ook weer rustig, zo goed en kwaad als dat gaat. Probeer bijvoorbeeld door middel van een one rein stop of bending for relaxation, dat soort oefeningen, het paard weer uit te lijnen met de richting waar jij naartoe wil, zoals ook hier. Dus we blijven zeker niet continu plukken aan de teugels of trekken aan het hoofd. Dan vraag het paard simpel om weer uit te lijnen met de route waar wij naartoe willen. Zoals ook weer hier. Lijnen het paard uit, kijken waar we naartoe willen. Weer forward motion vragen. Dus het hoeft zeker niet in één rechte lijn te gaan. Je ziet, er wordt heel veel geslingerd. Maar er is enigszins ontspanning. Het paard is nog steeds in stap, in forward motion. En je bent veel minder aan het discussiëren dan wanneer je meteen direct zou eisen dat het paard in een rechte lijn het terrein verlaat. Natuurlijk kan er ook tijdens het rijden zelf weer wat spanning opgebouwd worden of wat wantrouwen. En hier zie je ook weer dat door middel van een soort one rein stop, bending for relaxation, in een stap, je niet per se hoeft ruzie te maken of discussiëren met een paard. Maar je op die manier dus heel veilig je vraag kunt blijven herhalen. Het paard de tijd krijgt om daarover na te denken. Zodat ze niet direct in oude patronen vallen en gaan reageren. Het is ook hier weer hetzelfde. Ook om te voorkomen dat het paard weer terug naar huis rent. Blijf vooral kleine stukjes communiceren. Als je het nou heel moeilijk of spannend vindt om in vrijheid met een paard te gaan werken, om dus bijvoorbeeld een angst te gaan verminderen, kun je er ook voor kiezen om een tweede persoon om hulp te vragen, zodat die het paard kan vasthouden. Kun je er ook nog voor kiezen dat diegene met het paard meeloopt als het paard wegloopt, of dat diegene simpelweg de lijn afwikkelt en het paard die ruimte geeft. Wat ik niet zou doen is een paard vastbinden. Zeker niet tussen cross-ties, wat veel te vaak gedaan wordt en eigenlijk alleen nodig is tijdens bijvoorbeeld medische onderzoeken. Want wanneer we het paard zo vast gaan binden dat ze niet eerlijk kunnen zijn over wat ze ergens van vinden, zien wij het vaak pas wanneer we op hun rug zitten en zijn de consequenties veel heftiger. Dus tot zover deze video over een angst voor het zadel. Heb je vragen, neem gerust contact op. Mag ook zeker met voorbeelden als je denkt dat ik je wellicht kan helpen. Maar hopelijk kun je al wat tips en inspiratie halen uit deze aflevering.